Ik heb een heleboel foto's binnengekregen van jullie van landschappen, van allerlei exotische oorden, van allerlei bloemen, planten. Gisteren zijn we bezig geweest met insecten. Maar ik weet niet hoe het bij jullie in de tuin zit. Ik heb een ongelooflijke hoeveelheid aan vogels in de tuin op dit moment. De pimpelmeesjes zijn bezig met nestjes bouwen. De koolmeesjes die zijn aan alle kanten bezig. Ik heb hegemusjes die hun nestjes maken. Heel af en toe komt er een groenling bij mij in de tuin. Heel af en toe komt er zelfs een specht in de tuin. Het is wat dat betreft een komen en gaan. Dus niet voor niets dat je ontzettende mooie foto's kunt maken als je je tuin een beetje vogelproef maakt. Dus vandaag gaan we aan de slag met vogelfotografie. Ik heb een aantal foto's van jullie gevonden en binnengekregen. En ik wil jullie meenemen in de wonderenwereld van de vogelfotografie. Ja, nou dacht je natuurlijk dat ik zelf daar onder dat doek zat om te fotograferen. Maar zoals ik mijn macrolens ook al kwijt was, zit er natuurlijk weer een andere kaper op de kust. Nou, ik hoop in ieder geval dat je mooie foto's hebt gemaakt. Ik ga bespreken. Ik ga proberen al jullie materiaal te bespreken, maar het kan zijn dat niet al je foto's aan bod komen. We beginnen met een foto van Wim. En Wim vraagt eigenlijk heel specifiek het volgende. Ik heb een nabewerking gemaakt. En mijn vraag is die nabewerking goed? Nou, ik kan meteen die nabewerking erbij pakken. Zoals je ziet heeft hij duidelijk een uitsnede gemaakt. En hij heeft een behoorlijk stuk verscherping gedaan. Heeft wat dingen nabewerkt. En hij heeft, zoals je ziet, ik ga er even vanuit dat dit in een soort volière of in een afgesloten ruimte is. Hij heeft onder andere ook met Photoshop heeft hij die lijnen aan de achtergrond weggewerkt. Nou, ik kan me dat heel goed voorstellen. Dus wat dat betreft, absoluut die lijnen wegwerken zou ik ook zeker doen. Dat vind ik helemaal prima. De uitsneden aan zich kan ik ook hartstikke goed mee leven. Ik vind zelf de nabewerking op dit moment wel ontzettend hard geworden. Dus wat uitsneden betreft vind ik hem eigenlijk wel heel erg leuk. Hè. Je hebt nu ja, de vogels toch wel redelijk in het midden. Maar vooral die tak is gewoon ontzettend mooi. Hè, die tak die breekt als het ware. Dan heeft hij van die kronkels omheen zitten. Er zit een gat in. En het leuke vind ik ook dat die twee vogeltjes ook daadwerkelijk een stukje communicatie met elkaar hebben. Er zit interactie tussen beide vogels. Hier naast mij wordt druk gewerkt nog aan allerlei schoolwerk. Dus misschien dat je af en toe wat hoort. Nou, ja, dat is het nadeel van thuis zitten met z'n allen. Dus heel leuk vind ik die interactie. En als je de eerste foto ziet, ja, daar zie je eigenlijk veel te weinig vanaf. Dus wat dat betreft denk ik ook dat de uitsnede hartstikke prima is. Dus die ga ik in ieder geval ook sowieso gewoon even namaken. Even dit stukje weg. Want ik denk dat je daar gewoon hele goede aan hebt gedaan. Je hebt wat dat betreft ook de verhouding gelijk gehouden. Dus nou, laten we eventjes ongeveer... Nou, dit is ongeveer de uitsnede. Nou, de achtergrond, dat laat ik, dat weghalen van die achtergrond, dat kun je twee dingen doen. Wat jij waarschijnlijk hebt gedaan is die achtergrond behoorlijk naar het lichte getrokken. Kijk, op dat moment ben je natuurlijk ook een stuk kwijt. Nadeel wat je wel meteen ziet is dat je nu ook je hele foto, of de hele voorgrond, de hele onderwerp gaat overbelichten. Een andere optie zou kunnen zijn om ook alleen de witpunten behoorlijk op te trekken. En dan zie je dat dat een ander effect heeft. En dat is waarschijnlijk wat jij ook hebt gedaan. Dan zie je ook dat de achtergrond wel volledig overbelicht. Hè. Als ik nu eventjes hier dit meeneem, de achtergrond belicht volledig over. En dus ook die lijnen zijn weg. Maar hij laat in tegenstelling tot als ik met de belichting aan de gang ga, laat hij de voorgrond, hè, of het onderwerp, het donkere toon, het middenbereik laat hij ongemoeid. Dus dat vind ik op zich een hele goeie. Maar wat ik wel meteen zie gebeuren, en dat vind ik het grote nadeel, is dat die randen knijterhard worden. En dat vind ik best wel heel zonde. Ja, wat zou je daarmee kunnen doen? Ja, eigenlijk zou ik het liefst die achtergrond niet volledig willen overbelichten. Dus je kunt wel zeggen, ik ga er ietsjes naar de overbelichte kant uit om het ietsjes mee te nemen. Maar eigenlijk zou ik niet veel verder gaan dan dit. Want je krijgt gewoon dat die randen onnatuurlijk hard worden. En nog een keer, als ik het zo doe, ze worden onnatuurlijk hard. En dat vind ik gewoon zonde. Dus zelf zou ik waarschijnlijk een stukje gaan overbelichten. En dan toch maar met Photoshop of met Lightroom toch maar kijken of je dus dit soort lijnen gewoon eruit kan klonen. Ik vind dat zelf gewoon een stukje mooier. Kijk of het nu een beetje wil zo. Nou, hij gaat natuurlijk op dat moment gaat hij iets bedenken. Nou, zoals je ziet wordt het allemaal niet heel fraai. En toch zul je het op deze manier denk ik moeten doen. Want dat vind ik toch fraaier dan uiteindelijk met die achtergrond gaan zitten klooien. Nou, dan vervolgens krijg je natuurlijk je onderwerp zelf. Nou, wat je kunt doen is een klein beetje de schaduwpartijen oplichten. Maar je ziet nu dat het heel fletsig wordt. En wat ik dus altijd nog een beetje doe, is eigenlijk wat contrast weer toevoegen. Nou, dat contrast toevoegen, dat zorgt er ook voor dat die achtergrond alsnog weer wat lichter wordt. Maar wat je ook heel duidelijk ziet hier, en nou, dat zie je eigenlijk een beetje, ik denk dat het ook te maken heeft met de gewoon vrij kleine JPEG waar ik op aan het werk ben, is dat die randen een beetje een rarige kleur worden. Hij wordt wel blauwig. Dus als je een klein beetje de witbalans aanpast, dat die gewoon nog een klein beetje wat bruiner wordt, dan ben ik die rare blauwtint een beetje kwijt. En als ik dan nog zorg dat er in ieder geval een zwart punt in terecht komt, dan denk ik dat je hier best wel een hele mooie nabewerking hebt, zonder dat die zo ontzettend scherp wordt. Want dit wordt wel heel erg oververscherpt. Je kunt zeggen van ik zet de levendigheid aan, nou, dan krijg je precies dat effect. En daar moet je ontzettend voor uitkijken. Dus als je dat al wil doen, dan moet je dat een klein beetje doen, maar doe het in mate. Want je krijgt een heel harde foto. Dus voor de rest, qua uitsneden en zo, kan ik mee leven. Ik zou de nawerking zelf ietsjes anders doen. Nou, de volgende foto's van Rob. Hij schrijft erbij, het is een kopstudie van een grote bonte specht. Maar ik heb dat gedaan tijdens het ringen. Nou, bij het ringen worden natuurlijk vogels worden gevangen, vogels worden gewogen, worden gemeten, wordt van allerlei dingen gedaan. Worden onder andere goed vastgehouden. Ja, en dan heb je ze natuurlijk wel heel erg dichtbij. En op dat moment daarna worden ze weer losgelaten. Op de plek waar ze ook gevangen zijn. Dus ja, tijdens zo'n ringsessie kun je natuurlijk een kopstudie maken als het ware. Waar ik altijd een beetje mee zit. En nou weet ik dus niet of dat nou komt omdat ik het weet of omdat ik het al had, had ervaren. Ik ervaar een klein beetje een soort, nou ja, de stress die zo'n vogel natuurlijk op zo'n moment aan alle kanten heeft. Je wordt ineens gevangen, je wordt ineens uit de lucht gegrepen, in een net, je wordt natuurlijk van alles een beetje gehannes met mensen. Dus een bepaalde stress zit daarin. Ik heb het gevoel dat ik die stress wat ervaar. Maar ik vind het heel lastig om dat te zeggen. Het heeft vooral met die blikken en die ogen te maken. Die toch behoorlijk als het ware, ja, wat mij betreft wat stressvol overkomen. Maar goed, voor hetzelfde geld is dat een perceptie van mij, omdat ik het weet nu in dit geval. Had je niks gezegd, had ik het misschien niet zo ervaren. Maar goed, dat is een beetje... Wat ik heel erg mooi vind is de achtergrond. Hè? Nou, dat heb ik al vaker gezegd. En ik ben inmiddels ook even bezig met een tutorial op mijn website over achtergronden. En dan niet eens eigenlijk over dierfotografie, maar het gaat over macrofotografie. Maar dat geldt natuurlijk exact hetzelfde voor dierfoto's, want dat zijn natuurlijk ook een soort detailfoto's. Dus de achtergrond vind ik prachtig, hè? Er zitten van die mooie bolkenringen. En dat vind ik heel erg fraai, en dat heb je vast niet zo, of misschien wel zo doelbewust gedaan. Maar dat die snavel zo heel mooi in zo'n ring zit. Die snavel die is waarschijnlijk helemaal, of die wordt als het ware omarmd door zo'n hele mooie cirkel. En dat vind ik zelf heel erg fraai. Wat ik verder erg fraai vind is natuurlijk de kleuren. Ontzettende detail zit, ontzettende structuur zit erin. Ja, kom maar even meekijken hoor, anders kom maar eventjes meekijken. Ja, kom even meekijken. Zie je dat? Hoe mooie kleuren erin zitten. Heel mooi. Ja hè, koppie. Weet je wat dat is voor beest? Nee. Nou, wat zou het zijn? Wat zou het zijn? Pok, pok, pok. Specht. En een specht, maar dan van heel dichtbij. Daarom kon ik hem niet herkennen. Helemaal goed. Goed. Ik moet even meekijken af en toe hè, met papa. Wat je ook ziet is dat als ik de EXIF gegevens erbij pak, dat je hebt geschoten op 5.6. Nou, mijn 100-400, 5.6 is natuurlijk een prima getal. Hè. Die 100-400, zeker die versie 2, die kun je gewoon wide open kun je die gebruiken. Dus op 214 mm had het ook best nog zelfs lager kunnen zijn. Dankzij die 5.6 heb je die hele mooie bolkenringen. Wat wel opvalt is dat die voorkant van die vleugel net onscherp is. En dan even de vraag in hoeverre dat vervelend is. Het is net zodanig onscherp dat ik zoiets had van, goh, was dat nou maar ook helemaal scherp geweest. Daarnaast zit ik nog een klein beetje met de uitsneden. Je hebt hier gekozen voor een 16:9 uitsnede. Nou, dat kan op zich prima. Wat je wel ziet is dat boven en onder is het symmetrisch verdeeld. Links en rechts is symmetrisch verdeeld. Sterker nog, als ik nu even wat lijntjes eroverheen ga zetten, dan lijkt het oog al bijna exact in het midden te zitten. Het is natuurlijk heel lastig van waar zet je zo'n oog. Hè, op het moment dat je zegt van ja, ik ga nog verder uitsnijden, ik ga bijvoorbeeld dit doen. Ja, dan krijg je wel erg dat dat beest weg wil, nog meer vliegen en echt daadwerkelijk het beeld uit wil vliegen. Toch heb je hier wat iets mooiere verdeling in de ruimte. Misschien, oh, dan ga ik weer terug naar deze. Misschien had je er ook voor kunnen kiezen om niet 16:9 uit te snijden. Aan de andere kant, voor hetzelfde geld heeft natuurlijk op dit moment de ringer, de vogel vast bij zijn pootjes. En als je wat verder had uitgezoomd, is jouw foto zo gemaakt dat je ook die handen ziet erbij. Zelf denk ik dat ik, als ik iets meer ruimte rechts en boven had gehad, dat hij nog wat fraaier geweest had. Wat ik zelfs nog had, maar ja, dat is natuurlijk niet te doen omdat ik hier natuurlijk niet het volledige had, zelfs nog kunnen besluiten om te zeggen, ik ga hem schuin zetten. Wat er dan gaat gebeuren, is dat een vogel wat omhoog gaat kijken. Had je natuurlijk ook in het veld kunnen doen. Gewoon de camera wat schuin zetten. Dan gaat de vogel omhoog kijken. En als je dan wat ruimte overlaat, dan krijg je dat die vogel omhoog kijkt. En dan kijkt hij die hele mooie ruimte in. Dus voor hetzelfde had je die foto gewoon schuin kunnen maken. En dat zie ik toch niet. Want ik zie geen horizon en ik zie geen bomen. Dus in dit geval maakt het niets uit. Dan had je misschien nog mooiere compositie gehad. Om te voorkomen nu dat die onscherpte in die vleugel te veel gaat opspelen, denk ik dat ik, als ik zo'n uitsnede van dit beeld zou maken, dat het net nog wat priemender over zou komen. Nou, daarna gaan we naar twee beelden van Willemke. Die is aan het experimenteren gegaan met vogels, onder andere vogels in het landschap. En dan zie ik hier twee ooievaars in het landschap. En dan zie je, ja, het is echt het mooie van dit beeld vind ik ook meteen dat die vogels, die staan echt in hun natuurlijke omgeving. Een vogel in landschap. Wat mij wel opvalt aan het beeld, is dat jij de ooievaars aan de linkerkant van het beeld hebt gezet. Nou, als je goed naar die ooievaars kijkt, komt het licht van links. Je ziet die lichte borsten. En ze staan ook naar het licht toe georiënteerd. Ja, hun kop staat de andere kant uit, naar rechts. Dus ik kan me voorstellen, je hebt geworsteld, waar moet ik ze in het beeld zetten? Maar omdat het licht van links komt, ben ik geneigd om mee te kijken waar het licht vandaan komt. We willen altijd naar het licht kijken. Dus in dit geval denk ik dat op het moment, ook als kijkers met hun kop naar rechts, dat het misschien toch natuurlijker was geweest om ze rechts in het beeld te zetten. En niet links in het beeld te zetten. Gewoon puur vanwege het licht. Wij vinden dat het prettig als een onderwerp aan de ene kant staat, dat het licht dus door de foto heen er naartoe gaat. Ook als je bijvoorbeeld met macro-onderwerpen bezig bent en je gaat die belichten met lampjes bijvoorbeeld, belicht ze dan altijd van buiten de foto naar binnen. Ga niet als een onderwerp aan de zijkant staat vanaf die kant belichten, want dan ga ik altijd naar mij kijken, waar komt die lichtbron vandaan? Ik volg die lichtbron. Wat mij verder aan deze foto opvalt, is dat het een hele strakke foto is. Die ooievaars die heb je gewoon nodig om het überhaupt interessant te maken. Maar de ooievaars zijn zo klein, dat ik eerder een soort vluchtpunt of een konijntje, de mensen die mij kennen, die kennen het fenomeen konijntje wel. Een konijntje of een vluchtpunt of iets echt, nou noem het maar op, in een landschap heb, anders dan een foto van een vogel. Op een gegeven moment krijg je dat een onderwerp zo klein in beeld komt, dat het eigenlijk niet meer om het onderwerp gaat, de hele foto, maar dat het onderwerp als het ware een breekpunt is van je landschapsbeeld. Wordt het onderwerp komt dat wat meer naar voren, dan gaat het echt duidelijk om het onderwerp. En heb ik het gevoel dat hier die ooievaars net te klein in beeld zijn om goed een onderwerp te vormen. Het is meer een landschapsfoto van een akkerland waarin twee ooievaars staan. Dus zelf ben ik erg geneigd om toch de boel iets verder uit te snijden. Nou, je wilt natuurlijk niet die mooie wolkenlucht kwijt eigenlijk. Je wil ook niet die bomen kwijt. Maar dat hele grote hoeveelheid aan lege voorgrond heb je misschien helemaal niet nodig. Door hem dus wat verder uit te snijden, komen de ooievaars wat beter in beeld. Ja, het begint nu heel korrelig te worden. Kijk, want zo is natuurlijk het originele beeld. Dat heb je op een 4K-scherm. Het wordt nou heel erg korrelig, maar goed, ik zal hem later nog wel ook op mijn website erbij zetten, kun je het verschil even zien. Ik heb nu het idee dat de ooievaars iets groter in beeld komen en daardoor wat meer echt het onderwerp van de foto gaan worden. Anders dan dat ze een extra dingetje in het landschap zijn. Nou, wat nabewerking betreft zou ik niet zo heel goed weten wat je zou moeten doen. Wat ik wel bedenk, ik zie het licht van links komen. Dat geeft mij te denken dat ik redelijk haaks op de zon sta. En als ik haaks op de zon sta en ik zie zo'n wolkenlucht, dan is mijn eerste gedachte altijd polarisatiefilter. Kijk weer op die tutorial bij mij, hè, van de polarisatiefilter, staat onder de tutorials landschapsfotografie. Wellicht, ik weet niet of het effect goed zichtbaar was geweest, maar het is zeker het proberen waard. Een polarisatiefilter om die donkere lucht nog iets, of die blauwe lucht iets donkerder te maken, waardoor die wolken wat mooier uitkomen. Want die wolken zijn wel heel erg vaag. Nou, het tweede beeld wat je laat zien is een vuut. En het grappige is altijd, op het moment dat ik te maken heb met een contenfoto, om het eventjes oneerbiedig te zeggen, en zeker een foto waar beweging in zit, dan is mijn eerste gedachte altijd, oh, die vlucht voor jou als fotograaf. Hij zwemt echt van mij weg. Dus heb ik blijkbaar verstoord. Dus mijn hele gevoel is altijd verstoring in zo'n beeld. Op het moment dat hij naar je toe komt, heb je al het gevoel, hij zit in zijn natuurlijke omgeving, hij trekt zich niks van mij aan, hij komt gewoon rustig naar me toe zonder dat hij last heeft van mij. Maar nu zwemt hij van mij weg. Ja, dat zorgt er voor mij al meteen voor dat ik het idee heb, ik verstoor. Dus dat is, vind ik altijd best zonde. Hoewel het misschien helemaal niet het geval is, krijg ik wel dat gevoel erbij. Wat natuurlijk wel weer heel leuk is, zijn natuurlijk die ribbels en die V-vorm. Maar hoe gaaf was het geweest als die met die V-vorm naar je toe was gekomen? Nou, ik kan me voorstellen, wat je hebt gedaan is natuurlijk een heel enorm symmetrisch beeld gemaakt. Maar goed, zet ik even de lijn eromheen, dan zie je dat er wel perfecte symmetrie is. Hoe centraal, hoeveel in het midden wil je die vogel hebben? Nou, perfect in het midden. En dat maakt aan de ene kant de foto wel spannend, want je hebt natuurlijk een hele mooie V-vorm. Aan de andere kant heb ik een enorme grote hoeveelheid aan leegte daarboven, waarvan je kunt afvragen of die nodig is in de foto, of dat het niet alleen maar afleidt. Dus hier zou ik best ook zeggen van, goh, ietsje snijden. Nou, ik haal vaker mijn 16:9 aan. En durf toch eens die symmetrie los te laten door bijvoorbeeld zoiets te doen. Dan heb je die symmetrie niet meer, maar je hebt wel wat spanning. Het wordt wat dynamischer, het is niet zo statisch. Dat hele symmetrische maakt zo'n beeld ongelooflijk statisch. En dat vind ik best zonde. Kijk of je er wat dynamiek aan kan toevoegen. Je hebt nog steeds wat symmetrie erin zitten, maar toch is het beeld iets anders geworden. Nou, wat je ziet is dat er het is prachtige mooie kleuren. Nou, je ziet al meteen dat ik er wat... Kijk, als ik de schaduwpartij er helemaal uithaal, dan krijg ik alsnog ineens een vogel terug. En met die vogel krijg ik ook ineens dat oog terug. Terwijl als ik dat niet zou doen, dan heb ik alleen maar dat zwarte silhouet. En dat is een beetje een keuze wat je wil. Maar dat oog is wel heel erg kicken. Moet je eens kijken hoe mooi je dat oogje nog terug kan krijgen. Dus ik zou zelf zeggen van, goh, ik zou hem zo nabewerken. Nou, ook dit wordt niet zo heel mooi, want ik ben natuurlijk weer op een inimini JPEGje bezig. Maar je ziet dat die kleuren nu ineens veel mooier worden. Je ziet ineens dat het oog naar voren komt. En nou heb ik ineens een aandachtspunt. Hij kijkt nog wel naar mij. Ik heb nu minder het gevoel dat hij van mij vandaan vlucht, want hij kijkt nog wel eventjes naar mij. Maak hem dus wat symmetrisch. Ik kan me voorstellen, als je een vogelfoto maakt, heb ik ook al eerder gezegd, ik weet niet of ik kan herinneren bij die vliegende zeearend, vogelfoto's lekker in het midden fotograferen, niet te ver inzoomen. Maar dat betekent wel dat je later met je uitsneden moet gaan spelen om je mooie compositie te maken. Zo, de plekken zweren weer vrij. Robin is weg, dus nu kan ik lekker fotograferen. Kijk, eens kijken, daar komt weer een pimpelmeesje aan. Kijk, wat is er nu aan de hand? Ja, maar ik ben aan het fotograferen, ik wil... Ja, maar nu wil ik mijn boek weer lezen. Wat ga je doen dan? Ja, ik heb de hangmat eraf gehaald, ga ik hem weer ophangen. Ik was net zo lekker bezig. Lekker is dat. Goed, nou. Hey, dit robbertje moet nog een keer gevochten worden. Komende dagen is het Pasen. Pasen doe ik lekker niks, heb ik lekker vrij. Gaan we paaseieren zoeken. Paasmaandag, tweede paasdag, ben ik ook nog lekker vrij. Ga ik nog weer verder met paaseieren eten. En op dinsdag ben ik er weer. Oh ja, vergeet niet, op woensdag en op zaterdag, kijk eventjes ook op mijn website, onder de nieuwsberichten, op woensdag en op zaterdag geef ik een gratis webinar voor natuurfotografie.nl over fotograferen in de tuin. En dan hoop ik niet dat jij weer roet in het eten gooit, dame. Goed, tot dinsdag.